Hi, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik het met je hebben over ego. Ik laat je zien wat ego precies is, hoe dat jou beïnvloedt en wat je kunt doen om meer vanuit je eigen ik te leven. Allereerst wil ik je uitleggen hoe wij als mens zijn opgebouwd. We bestaan natuurlijk als mens zijnde uit ons fysieke lichaam, zoals ik hier zit. En daarnaast hebben we ook een ego, ook wel onze mentale gedachten. En daarnaast is er ook nog je hoge zelf, je spirit, je ziel, je intuïtie, hoe je dat ook wil noemen. En de combinatie van deze drie elementen zorgt ervoor dat jij bent wie jij bent. En zonder lichaam zouden we hier niet zijn, zonder ego zouden we geen gedachten hebben en zonder intuïtie zouden we ons niet ontwikkelen. Ego is Latijn voor ik. Het brengt jouw gedachten die gebaseerd zijn op gevoelens en ervaringen uit het verleden. Alle verbindingen die in jou gelegd zijn, die jouw referentiekader maken, die zorgen eigenlijk dat jouw ego reageert op wat je al kent en wat je al weet. Dus jouw reptiele brein die jou veilig en beschermd wil houden en jou ook in je comfortzone wil houden. Je ego zorgt er eigenlijk voor dat jij op het niveau blijft dat je nu bent en dat je niet verder ontwikkelt, maar dat je ook niet verder achteruit gaat. Van dat laatste zijn we ons niet vaak bewust, dat we ons niet ontwikkelen omdat ons ego ons onbewust tegenhoudt om dat te doen. En ons ego probeert ons namelijk veilig te houden. Het zorgt ervoor dat wij geen rare dingen doen en dat we gewoon constant in een veilige omgeving zijn. Het is heel fijn natuurlijk dat ego ons beschermt, maar we leven niet meer in een maatschappij waarin we moeten gaan jagen voor ons eten. Dus of het op dit moment ook nog een beetje nodig is, dat het op die manier ons beschermt, dat weet ik niet helemaal zeker. En we hoeven namelijk niet meer te jagen voor ons eten. Ego is daarom mijn inziens in deze tijd redelijk overbodig geworden. Natuurlijk, als er een dreigende situatie is, als er brand is, dan is het eerste wat je moet doen naar buiten rennen. En dan moet je niet eerst over na gaan denken. Je moet gewoon op de automatische piloot gaan, hup naar buiten en breng jezelf in veiligheid. Het zou onmogelijk ook zijn om in zo'n situatie daar nog eerst over na te gaan denken. Dus het is fijn dat je ego in zo'n situatie gewoon voor je bedenkt dat jij zo snel mogelijk naar buiten vlucht of een andere situatie dat je gaat vechten of dat je wellicht bevriest van angst. Dat is ook nog een optie die er is. Het verschil tussen ego en intuïtie ligt in het feit dat je intuïtie je altijd verder wil helpen. Je intuïtie zal je altijd een zacht duwtje geven in de richting die perfect bij jou past. En ego zorgt ervoor dat je dat niet doet. Dat je gewoon eigenlijk blijft zoals je bent en wie je bent. Dus kort samengevat, het ego probeert jou gewoon veilig te houden. Jij blijft op hetzelfde niveau door ego en je zit gewoon in je comfortzone. Je doet geen rare dingen en je weet gewoon wanneer je moet vechten, vluchten of wanneer je bevriest. En hoe herken je dan ego en hoe herken je intuïtie? Wat is het verschil tussen die twee? Ik bedoel, het zijn allemaal gedachten die je hebt in je hoofd. Dus het is best wel moeilijk om, als je daar niet zo bewust van bent, het verschil tussen te merken. In principe, het grootste verschil, wat ik net ook al aangaf, is intuïtie wil je altijd verder helpen. Die wil altijd jou ontwikkelen en ego wil zorgt ervoor dat jij veilig bent, dat je op hetzelfde niveau blijft. Stel je hebt een idee dat je iets nieuws wil gaan proberen, dan denk je, yes, het lijkt me echt een goed idee om te gaan leren koken. En een seconde later heb je een andere gedachte eroverheen en dan denk je, ja, koken, ik heb er allemaal geen tijd voor, ik heb er geen geld voor om een cursus te gaan volgen en eigenlijk heb ik ook geen goede messen, geen goede pannen, laat maar zitten. Ja, dat eerste idee wat je had, ik ga een kookcursus volgen, dat is intuïtie. Dat is de ontwikkeling die jij wil doorwerken en al die andere punten die daarachter aankomen, dat kan je als ego omschrijven. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je die stap niet neemt en dat je veilig in je comfortzone blijft zoals je op dit moment ook bent. Dus dat is een beetje het grootste verschil tussen ego en intuïtie. Het onderscheid daartussen is natuurlijk lastig te maken, want vaak denken we, vliegen hier naar huis, vaak denken we dat er geen verschil zit tussen die twee, maar er zit wel degelijk verschil. En we zijn heel erg gewend om naar ons ego te luisteren, want je intuïtie die praat heel zacht, die praat heel lief en die horen we eigenlijk niet, omdat het constant overschaduwd wordt door de harde stem van het ego die eroverheen gaat. En wat gebeurt er als je naar je ego blijft luisteren? Het is heel normaal om
gewoon te denken dat jij je gedachten bent en te doen wat jouw gedachten je ingeven. Meestal ben je niet eens van bewust dat je de gedachten niet hoeft te volgen, dat je je gedachten niet bent en dat je wel degelijk zelf ook een keuze kunt maken in, hey, ik luister naar mijn gedachten of ik luister niet naar mijn gedachten en ik doe wat mijn intuïtie me aangeeft. Dus dat je meer gaat richten op wat intuïtie zegt tegenover wat ego zegt. En veelal staan we gewoon heel rationeel in het leven en volgen we gewoon ego. We doen maar normaal, we doen we al gek genoeg. We gaan mee met alle anderen wat iedereen doet. We doen wat van ons verwacht wordt. En we proberen helemaal niet om op te vallen of daarbuiten te staan of iets nieuws te proberen. Want zo zitten wij gewoon niet in elkaar. Maar in principe mis je wel ontzettend veel krachtige en mooie dingen als je blijft luisteren naar het ego-stemmetje die het hardste schreeuwt. Omdat je veilig gehouden wordt door je ego. En juist het mooie uitdaging zit erin om naar je intuïtie te luisteren. Om juist wel te zeggen van, joh, ik ga wel die kookcursus doen. Of ik ga wel die nieuwe eigenschap leren. Of ik ga wel op zoek naar een nieuwe baan. Omdat dat is waar je jezelf kan ontwikkelen. En je moet weten dat ego en intuïtie, het grootste verschil is dat intuïtie je altijd probeert verder te ontwikkelen. Maar ook eigenlijk nooit iets zal zeggen wat slecht is voor jou. Dus wat ervoor zorgt dat jij in een gevaarlijke situatie komt. Of dat er iets gebeurt wat niet in jouw hoogste goed is. Intuïtie heeft altijd het beste met je voor. Dus het kan natuurlijk spannend zijn om iets te doen wat buiten je comfortzone ligt. Maar weet dat achter de grootste weerstand die je hebt ook de meeste ontwikkeling zit. En de meeste plezier en voldoening die je kunt halen. En ego kan er ook voor zorgen dat je beperkende overtuigingen hebt. Alles wat je in het verleden hebt meegemaakt, dat onthoud je. En vanuit daar wordt jouw referentiekader gevormd. En jouw hersenen leggen dus ook verbindingen tussen gebeurtenissen en gevoelens. En alles wat daartussen hoort. Waardoor, als je dingen meerdere keren gedaan hebt, bijvoorbeeld je hand in het vuur gestoken, dan weet je, dat doet pijn, moet ik niet meer doen, want ik wil geen pijn voelen. En in principe werkt dat met alles zo. Dus als iemand tegen jou zegt, je bent niet creatief, dan zul je, als iemand dat een aantal keer zegt, ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat jij niet creatief bent. Als je als kind zijnde nooit gehoord voelde door je ouders en constant moest schreeuwen om aandacht, bijvoorbeeld omdat je heel veel broers en zussen hebben die wel die aandacht kregen, of omdat je moeder gewoon ontzettend druk was met werken en je vader ook en er eigenlijk niet naar je omgekeken werd, dan kun je het gevoel ontwikkelen dat je het niet waard bent of dat je extra je best moet doen om gezien te worden. En dat zijn allemaal dingen die ook in jouw leven tussen de 0 en de 7 jaar worden opgeslagen in jouw hersenen vanuit waar jij je eigen referentiekader ontwikkelt en je leven ook verder gaat ontwikkelen. Dus die beperkende overtuigingen die zijn eigenlijk die bestaan alleen in ego. Dus die bestaan vanuit het verleden dat je gecreëerd hebt, dat voor jou gecreëerd is. En alles wat erin opgeslagen is, dat is niet per definitie waar. Want jij kunt alles bereiken wat je wil, maar het is de kracht, wou ik zeggen, maar ook het lastige om het verleden los te laten en dat los te zien ook van de toekomst, wat jij kunt bereiken. En daar ligt een hele grote uitdaging voor de meeste mensen, want jouw ego belemmert jou onbewust in het handelen en in het ontwikkelen van wat jij graag wilt. Dus ja, wat ik denk is dat wij ons niet heel bewust klein willen houden, maar dat wij wel degelijk verder willen ontwikkelen, maar dat het gewoon zo'n gewoonte is om vanuit ego te leven, dat het heel lastig is om de overstap te maken naar het leven vanuit intuïtie en ook vanuit daar jouw droomleven te ontwikkelen. Maar jouw verleden moet je maar onthouden, laat je alleen zien welke dingen je anders kunt aanpakken. Het laat je niet zien hoe jouw toekomst eruit ziet. Jouw toekomst is gewoon nog open. Jij kunt alles bereiken wat je maar wilt in de toekomst. En mocht je hulp hebben met jouw beperkende overtuigingen, of mocht jij weerstand of een drempel voelen voor dingen waar jij niet mee verder komt in je leven, ga naar mijn website linnebisschop.nl. Dat staat ook hieronder in de omschrijving van deze video. En plan daar een afspraak in op mijn website. Kan dat gewoon gratis via de kalender. Een afspraak van een kwartiertje, half uurtje. En dan gaan we samen kijken wat jou tegenhoudt. En hoe jij jezelf verder kunt ontwikkelen. Dat doe ik ontzettend graag. Met heel veel liefde. En ik weet dat het een ontzettende krachtige vorm is om jezelf te ontwikkelen. En ik bied je graag de mogelijkheid om daar ook mee in aanraking te komen. Dus lindabisschop.nl. Ga er naartoe. Plan een afspraak in via de agenda. En dan spreek ik je snel.